Vandaag ga ik naar de Action om spullen te kopen voor in mijn nieuwe pakskast. En hier zag ik een mooi gouden blad. €3,49. Om decoratief ergens neer te leggen. En ik zag deze lamp, die had ik al eerder een keer gezien. Deze is op batterijen en deze kost €10,95. Is ook wel erg leuk om in de kast te zetten. Maar uiteraard heb je dan ook batterijen nodig. Hier zitten er 10 in voor €1,99. Deze manden leken me ook perfect voor in mijn pakskast. Dus daar nam ik er ook een paar van mee. Dan zag ik deze lijst. Deze is 50 bij 70 centimeter en €8,95. Deze krukjes waren momenteel in de aanbieding voor €3,99, dus die nam ik ook mee. En dan zag ik nog als laatste deze stolp op een voetje, een plateautje, die zijn €3,99. Inmiddels zijn we naar de IKEA geweest en hebben we een nieuwe pakskast gekocht. Nu naar huis en de kast in elkaar zetten. Er is net een pakketje binnengekomen en ik zal eens even laten zien wat daarin zit. Deze is zo gaaf. Wauw, daar ben ik echt blij mee. Ik had dus een foutje gemaakt. Dit is de kast 50 centimeter. Maar dit is de ondiepe kast. Die andere kasten zijn allemaal veel dieper. Dus ik moest hem om gaan ruilen. Dus vandaag weer naar IKEA geweest. En nu heb ik de goede gekocht. Dus nu ga ik deze weer in elkaar zetten. Zo, de middelste kast is nu ook klaar. Daar heb ik de laders ook in gedaan. Alleen de planken moeten nog. Maar ik moet nog even kijken op welke hoogte ik ze wil. Want ik weet nog niet wat ik er precies in ga zetten. Deze dozen, deze zwarte dozen, dat zijn van die kartonnen dozen. En die zijn van de IKEA, €4,95 per stuk. Die passen precies met z'n drieën naast elkaar in de kast van een meter. Ze zijn 30 centimeter breed, dus ik dacht, oh, dat gaat makkelijk. Maar ik had niet bedacht dat de deksels er iets breder op zaten. Maar als je een beetje propt, past het wel.
En hier beneden, daar heb ik mandjes van de Action. Die hebben jullie gezien dat ik die kocht. Met wat spulletjes erin. En die plank daaronder, of sorry, daarboven wil ik nog zo'n rijtje met van die zwarte mandjes doen. Want dat is gewoon handig om spullen in op te bergen. En ziet er dan toch een beetje netjes uit. Nou, wat ik hier verder in de laadjes ga leggen, weet ik eigenlijk nog niet precies. Dat moet ik nog even kijken. En hier heb ik dus nog een heel vak waar nog plankjes in komen. Even kijken op welke hoogte. Hierboven heb ik wat tasjes gezet in lichte kleuren. Dan heb ik hier mijn Chanel hoekje gemaakt. Dan moet ik wel zeggen dat daarachter die poster Live Your Dream. Oh, ik zal even zo. Die is van de Action, 8,95. Die heb ik eigenlijk voornamelijk gekocht voor de lijst. Want daar wil ik eigenlijk nog een Chanel poster in kopen. Maar die heb ik op het moment nog niet. Dus ik moet even kijken welke. En dan heb ik hier dat standaardje. Dat zwarte wat helemaal recht zit. Daar hoort eigenlijk nog een stolp overheen. Die is van de Action. Maar ik moet eerlijk zeggen, zonder stolp vind ik hem eigenlijk mooier. Ik gebruik gewoon alleen het standaardje. Nou, dan heb ik hier een boekje van Chanel. Een logo. Hier liggen nog wat spulletjes in het gouden bakje. Daar nog gewoon een tasje. Dit is een make-up tasje van Chanel. Daar heb ik, oh ja, dat is wel grappig om te laten zien hierachter. Dit is dus het krukje van de Action. Die heb ik dus nu even gebruikt om mijn geur op te zetten. En die lamp hierachter, die zal ik ook even aandoen. Wacht even, het plantje. Oh ja, het plantje is trouwens van IKEA. Dat potje is volgens mij 4 euro en het plantje ook. Dus het is samen 8 euro. En deze lamp, die hebben jullie als het goed is ook gezien bij de Action. Die werkt dus op batterijen. Kijk, en zo is die als die aan is. Dus dat geeft wel heel gezellig licht. Dus ja, het is wel heel gezellig om dat lampje dan zo aan te doen. Dus daar ben ik wel blij mee. Misschien had ik die poster nog wel een kwartslag draai. Als ik er dan een Chanel poster in heb. Wacht, ik zal het even laten zien. Oh. Kijk, want zo zou die eventueel ook passen. En dan kun je dus hierboven nog een extra plank doen. En die plank misschien iets hoger, want daarboven heb ik ook nog extra ruimte over. Dus dan kan er nog een plankje tussen. En dan heb je niet zo'n heel hoog leeg stuk. Maar ik moet nog even kijken wat ik doe. Maar voorlopig is dit even hoe de kast is. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en de kast is in principe klaar. Hierboven heb ik twee manden van de Casa. Daarnaast heb ik deze, die is eigenlijk in dezelfde stijl. Die is van de Action, die was geloof ik €3,99. En dan heb ik hier dus mijn lichte tasjes. Dat is een hangplantje van de IKEA. Dan mijn Chanel poster. Het is een beetje vervelend dat het zo spiegelt. Daar heb ik mijn geurtje staan van Chanel 5 Low. Dat is een iets lichtere versie van de Chanel 5. Hier mijn gouden plantje in een bakje met nog wat Chanel items. Mijn logo, een tasje en mijn allure. Op het standaardje van €3,99 van de Action, waar dus eigenlijk een glazen stolp bij hoort. Maar zonder stolp vind ik het eigenlijk mooier. Dan heb ik hier de glazen la. En hierin heb ik al mijn toilettassen. Een hele verzameling, ik weet het, maar ik ben helemaal gek op tasjes. En dan in dit vakje. Hier heb ik mijn Gucci dingen, de Gucci Flora. Heerlijke geur. Dan heb ik hier mijn Chanel boeken. Een doosje van de H&M. 7 euro was die geloof ik. Er zitten Chanel oorbelletjes in. En daarachter heb ik een heel schattig kacheltje. Die komt van de Intratuin. En dan hebben we hier de roze afdeling. Mijn Marc Jacobs tote bag. Victoria's Secret tasje. Die heb ik op zo'n gouden standaardje gedaan. Zo'n tassenstandaard. Daarachter heb ik en die bladeren heb ik ooit bij de Action gekocht. Ted Baker en een coachtas. En weer lager hebben we de zwarte afdeling. Ook weer een coachtasje, Ted Baker.
Mijn Michael Kors rugtas. Twee tote bags van Marc Jacobs. En mijn Calvin Klein tasje. Hier beneden de mandjes van de Action met wat lekkere spulletjes, dus lekker ruimte. En daarboven dus die dozen van de IKEA. Die zijn 5 euro per stuk. En het past net naast elkaar. Dus dat is mijn kast. Hoe die nu is geworden. Dan vraag ik me even af. Ik wist namelijk niet dat het bestond. Maar deze, die koop je dus bij de Action. Ik zal even laten zien. Die doe je dus in die gaatjes. Ze zitten dus aan een soort strookje. Je breekt er eentje af. Oh. En dan kun je hem dus zo in zo'n gaatje doen. En dat heb ik dus bij die andere allemaal al gedaan, zoals je ziet. En dan ben je dus al die lelijke gaatjes kwijt. Deze kost 99 cent en er zitten 100 van die dopjes in. Dus daar kan je heel wat gaatjes mee vullen. Dus dit is hoe de kast geworden is. Ik ben er heel blij mee. En ik heb in de lades daaronder gewoon lekker wat zomerkleding neergelegd die ik niet meer gebruik. Dus de kast is klaar. En wie weet ga ik het nog eens veranderen, maar voorlopig vind ik het zo heel gezellig staan.